Welkom bij Tissy and Toys! Vandaag is dinsdag en vandaag vind ik toy opening. Vandaag heb ik voor jullie Shopkins Season 6 Chef's Cup. Deze heb ik nog liggen. Heb ik toen een tijd gekocht toen ze nog verkrijgbaar waren. Een 12 pack, zoals je kan zien. En ze waren maar 10 euro. Nou kan je alleen die 5 packs vragen. Ik heb deze voor 10 euro gekocht. Is echt heel erg weinig. Ik ga hem nu openmaken met jullie. En we gaan kijken welke erin zitten. En ik heb zo te zien uit deze fucking 4 nieuwe. En hopen dat ik nog 2 nieuwe Shopkins erbij kan krijgen. We gaan hem openmaken en we gaan kijken wat in deze verpakking zit. Dit zijn echt lastige dingen om open te maken. Ik scheur me altijd bij de... En dan gaan we nog eens eraan. Kom. Andere kant proberen. Waar zit hij? Ik kan het niet goed zien. Hier zit hij. Ik zal hem daar altijd open. Zodat ik het eronder kan. Zie je? Dan heb je wel eens één kant open. Dan is het heel makkelijk om de onderkant op te scheuren. En dan heb je deze kant ook heel makkelijk open. Dan moet ik eruit halen. Is plastic. Karton. Checklist heb ik niet nodig. Oké, we gaan eerst met de zichtbare. En dit is... Piet Passata. Een soort tomatenjuice. Die heb ik al. Dit is Vicky Vanille. Geen is degene die ik al heb. Deze is handig. Melissa Melk. Krijg je echt zo vaak. Die zijn volgens mij allemaal commons. Vanille ijs volgens mij. Ik weet niet hoe die heet. Waar staat die? Deze, even kijken. Ik ga eens naar de verkeerde kant kijken. Nee. Dit is Chocochoc. Chocolata Chocochoc. Is ook een common. Dan hebben we sojasaus. Sojasaus noemen we dat. Een teabag. Je hebt er maar één van nodig, hè? Een teabag. Dit zijn allemaal commons. Die heb ik allemaal. En nu gaan we de dingen die hebben die we nog niet hebben. En beginnen we eerst met... Sabine Citroen. En dat is een common, maar die heb ik juist nog niet. Heel erg handig. Dan hebben we hier... Waar staat die? Ja, cheesy kaas. Die heb ik ook nog niet. Dat is zo, ja. Yeah. Dan hebben we deze. Dit is bloem. Oh, hij staat een beetje scheef, sorry mensen. En dit is Bea Bloem. Er staat vloer op. Vloer betekent bloem. En dan hebben we eentje, een special edition one. Deze. Dit is van de wafel. Ik moet even kijken waar die staat. Waar staat die? Van de wafel. En dat kan van kleur veranderen als het goed is. Ja, de zijkant. Het is roze, zie je? Het is heel erg roze. Nou, als je dit warm wordt. Kijk. Je gaat dit warm draaien.
En dan wordt hij heel erg licht. Zie je? Dan wordt hij lichtroze. Dat snap ik heel vaak. Als je warm water duwt, is dit zo weg. En die heb ik nog niet. Dus daar ben ik heel erg blij mee. Even kijken of ik ze allemaal heb afgestreept. Je kan er veel recipe maken, maar meestal heb je maar een paar dingetjes van nodig. Even kijken. Bloem. We hebben twee recipes. Twee bakjes. En we gaan kijken wat erin zit. En Shopkin. En een recipe van Cupcake Princess. Dus dit is allemaal nodig voor een Cupcake Princess. We gaan kijken wat hierin zit. Dat is hier niet kleins. En wat zit hierin? Cool. Ik weet dat ik deze nog nodig heb. Serieus. Dit is Basticum. En deze heb ik echt nog nodig. Want die zocht ik ook de hele tijd al. Dit is Milli Basili. Oh nee, is hem niet. Wat is deze? Oh nee, de special, ja. Oh, die heb ik al. Heb ik die al? Heb die al? Ik vraag me af of ik die al heb. Oh ja, die heb ik al. Ik heb die andere, ik heb die Basticum nodig. Dus dat gaat in mijn potje met dubbele. Dit zijn allemaal dubbele en die gaat in mijn potje met dubbele. En mijn vier nieuwe. Nou, hoop dat we hier een nieuwe uit krijgen. Een recipe van Stax Cookie. Oeh, lekker. We gaan deze openmaken. En wat zit erin? Wow. Zie je maar. Kijk dan. En dit is een ultra rare, mensen. Dit is een ultra rare. En dit is pancakes. Dit is Barbie, mijn vijntje. Een ultra rare. En die heb ik nog niet. Ik heb gewoon een ultra rare weer uit zo'n verpakking gehaald, mensen. Te gek. Dus ik heb 5 nieuwe. Ooit heb ik er 20 pack opgemaakt. Dan kreeg ik gewoon 2 ultra rares, hé. 2 ultra's. En nou eentje erbij. Dat zijn 5 nieuwe. Voor de prijs van 10 euro. Dus dat is een 2 euro per stuk. Hey. Ha. Dat is wel wat duurder. Maar ik heb wel 5 nieuwe. En daar ben ik blij mee. Volgende keer ga ik weer wat anders openmaken. En we zien wel hoe ver het komt. Ik heb nog 2 van die 2 packs liggen. Dus dat kan ik ook wel een keertje weer doen. En hopelijk zie ik nog wel wat nieuws tussendoor brengen. Dan heb ik nog wel wat te liggen, denk ik. Zie je volgende keer met de opening. Bye bye!